bij deze. Video. Wat is ASMR nou precies? Ik word er heel blij van en heel rustig van. Ja, en ik val er makkelijk van in slaap. Je kunt er tintelingen van in je achterhoofd krijgen. Of kippenvel voor je lichaam. Mensen laten me weten dat ze geholpen worden met slapeloosheid. Maar ook depressies, angststoornissen. Of als ze bijvoorbeeld heel eenzaam zijn. Dat zijn een beetje de hoofdredenen waarom mensen die video's kijken. En waarom ze heel erg geholpen worden. Maar het kan ook zijn gewoon mensen die een beetje willen ontspannen. Of die tintels willen voelen. Hi, how are you doing? Ik denk dat er een taboe over is, omdat het is heel intiem. Ik vind het vooral vervelend als mensen het als seksueel bestempelen, want ik wil niet geassocieerd worden met softporno. Maar ik begrijp het wel als mensen soms zoiets hebben van, ik vind die mondgeluidjes niks. Of ik snap het wel. En ik denk dat daar ook wel weer een of andere wetenschappelijke verklaring voor is. Wat we nu mee bezig zijn is het opzetten van 4 tot 5 grotere onderzoeken om na te gaan welke mensen hebben ASMR, wat is het precies, hoe werkt het in de hersenen, wat gebeurt er als mensen zo'n filmpje kijken met hun hartslag bijvoorbeeld, krijgen ze echt een fysieke reactie op dat soort filmpjes. Dat proberen wij uit te zoeken. Oké, je gaat straks in dit hokje zitten en dan krijg je een aantal filmpjes te zien. En tijdens het kijken van die films gaan we je hartslag meten en dat doen we met deze. Dus ik zet hem even aan. Jij hebt nu je hartslag gevonden. Yeah, stretching it out to the sides to make sure that this line is perfectly straight. Hoe was het? Interessant. Definitely pleasurable. It definitely makes you relax and want to sleep. Ik had er nog nooit van gehoord, dus heel gek. Ik voelde niet zo heel veel in mijn lichaam, maar vooral dat ik dacht, waarom gaan mensen naar deze filmpjes kijken en waarom doet die vrouw dit zo? En zouden ze dat met opzet doen? Anybody who tells you that oh it's just about sex, then you know they're not feeling it. Honestly, then. Gelukt? Nee. Maar wel het onderzoek. Oké. Wat vond je? Dus geen ASMR voor jou? Nee. Nou, ik denk dat we hier in de toekomst hopelijk iets mee kunnen voor bijvoorbeeld behandeling. Dus nu wordt mindfulness training wel eens ingezet bij depressie of burn-out. Misschien zou dit een aanvulling daarop kunnen zijn. Oké. Hopelijk vond je deze geluiden ontspannend. Ik ben er heel blij mee dat de wetenschap ermee bezig is. Want het zit nog een beetje in het taboesfeer en mensen vinden het maar raar. En weet je wel, en ik denk als er meer wetenschappelijk bewijs is van dat het ook echt wat doet voor je. En dat je er baat bij hebt, dan staat Nederland er denk ik wel voor open. Want nu is het nog zo giechelig en weet je, het is allemaal maar raar. En Nederland staat er nog niet helemaal voor open.